het is zo dat het naar mijn mening een interessante partij was. Ik speelde een opening die ik vrij goed ken, ook nog van vroeger. En ik was gewoon benieuwd hoe hij over het algemeen zou spelen. Nu, tegen D4 speelt hij zeker altijd paard F6. En na C4 heeft hij allerlei keuzes. In Wijk aan Zee speelde hij een variatie op de Koningsindisch tegen me. Hij heeft ook Budapest gespeeld. Hij speelt ook systemen met D6. En dit heeft hij de laatste tijd niet gespeeld, maar vroeger speelde hij het vrij vaak, het Bogo-Indisch. Dus met lopen B4 schaak. En dat had ik natuurlijk wel voorbereid. Maar het is een stelling die ik vrij goed ken. Maar al heel snel kwam er een origineel stellingsbeeld. Waarin beide partijen echt scherp moesten spelen. En aan het eind was het toch op een vrij vroeg stadium werd er herhaald? Ja, ik heb op een gegeven moment de set herhaald omdat ik geen duidelijk voordeel voor wit zag. Ik zag wel dat het mogelijk was om eventueel een klein voordeel te handhaven. Maar het probleem was dat handhaven. Ik zag niet de manier om dat echt te bestendigen. Oké. Je noemde een heleboel openingen. Ik ga ervan uit dat je je misschien wel heel erg serieus hebt voorbereid. Of? Nou, uiteraard heb ik me serieus voorbereid. Jobava is een bijzonder interessante speler. En heeft een zeer uitgebreid openingsrepertoire. Dus ik heb me in allerlei ongewone openingen verdiept. Wat we vandaag op het bord kregen was eigenlijk meer een soort vrij normale opening. Die toch nog wel interessant werd, ja. Je hebt natuurlijk een enorme ervaring als het gaat om twee kampen. Langere, kortere. Denk je dat je daar nog steeds gebruik van kunt maken? Denk je dat je misschien daardoor misschien toch een licht voordeel hebt in deze match? Nou, dat zou ik niet durven zeggen. Ik bedoel, hij is zo'n 30 jaar jonger dan ik. Of bijna 30 jaar jonger. En dat telt ook wel mee in een match. En, het is niet altijd zo dat die matchervaring, dat je daar echt veel aan hebt. Het is wel zo dat je op een gegeven moment, laten we zeggen, in een situatie als deze besluit om de setter te herhalen, ook om te verhinderen dat je op een gegeven moment fouten gaat maken. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk in een match. Oké, en vind je het ook leuk om weer eens, je hebt natuurlijk ook weer best wel wat toernooien gespeeld in de laatste paar jaar. Ik neem aan dat je het misschien ook wel weer eens leuk vindt om een match te spelen? Ja, vooral omdat ik zo'n interessante tegenstander heb. Dit is echt een uitdaging voor me. Het is een heel goed idee, deze matches. Vroeger hadden we de KRO-match, dat was één match. Dan speelde ik tegen een van de topspelers. Nu hebben we twee matches, allemaal interessante spelers van vier verschillende generaties. En daarbij ook nog een open toernooi. Dat is echt heel mooi meegenomen.